Voorzitter, het is volstrekt helder. Liegen kan niet. En dat is een zonde. Hij heeft gejokt. En dat mag niet. Je mag niet liegen. Je mag niet de onwaarheid spreken. Leg mij en Nederland nou eens uit waarom u nou zo voor het verhogen van het eigen risico bent. Dan leg ik daarna uit waarom ik dat een heel onverstandig idee vind. Ik ben niet voor het verhogen van het eigen risico. U bent fors voor het verhogen van het eigen risico. Nee. Dat gaat alleen maar omhoog. De afgelopen jaren alleen maar omhoog gegaan. U wilt de kosten omhoog om naar de dokter te gaan. Een eigen risico voor de dokter. Staat gewoon in uw verkiezingsprogramma. Luister. U wil lichtgeld. Staat gewoon in het verkiezingsprogramma. Nee, in het Koenigsprogramma. Nee. Staat er gewoon in. U gaat gewoon alleen maar de kosten bij de mensen neerleggen. Zal ik zelf vertellen wat ik wil? Oké. Okay. Okay. Meneer Roemer. Ik ben geen VVD-fan, maar u komt wel ontzettend sympathiek over en u weet overal een leuk grapje van te maken. Wat voor mediatraining krijgt u? Geen. En dit is het geheim. Nooit, nooit, nooit mediatraining. Want je wel de arm pakken. Bij de mediatraining heeft meneer Rutte dat geleerd. Nee, oprecht heb ik niet gehad. Want echt niet. Dat heeft u ook gehad. Dat weet ik toch wel. Ik van iemand die u getraind heeft. Ja, serieus. Nee, je bedoelt u Ton Elias. Getraind. Toen ik nou, dan, toen ik dan hebben we er al twee. Dan hebben we Ton Elias en die persoon die je kent. Afspraak is afspraak. Vanavond zei u, genoeg is genoeg. Even voor de duidelijkheid, geen cent meer naar Griekenland. Zo is het. Dan zal de heer Samson zeggen, maar als er nou een beetje geld naartoe moet, hè, want anders valt Griekenland eruit en dat is mijn antwoord, dan kunnen de Grieken het zelf regelen. Als Griekenland belt, dan is dat voor een groot tweede, derde steunpakket en dan ben ik tegen. Als dit doorgaat, dus als dat programma er komt, dan kan ik die verkiezingsbelofte niet houden. Want dan gaat er extra geld naar Griekenland. Zo simpel is het. Hij heeft gejokt. En dat mag niet. Je mag niet liegen. Nogmaals, ik herinner me zelfs niet dat hij tegen mij zegt het woord Van Brummen. Zelfs Van Brummen herinnerde ik mij niet. Het feit dat ik mezelf Van Brummen niet herinner, het gesprek zegt hij. Nou, ik heb er ook geen enkele herinnering aan. Ik heb geen herinnering aan dat op enig moment Ivo Opstelten mij daarover heeft bijgesproken. Het geheugenverlies heb ik op het feit dat Opstelten mij vertelde het woord Van Brummen. Rond die tijd dat besluit definitief werd genomen. Dat wist ik niet meer. Oké. Dus dat is dan in ieder geval iets wat ik me niet herinner. Lagen er memo's op tafel die betrekking hadden tot de dividendbelasting? Bij mijn beste weten heeft er in ieder geval geen memo gelegen wat is uitgevraagd via de informateur of informeel is uitgevraagd. Maar vandaag onthulde Dagblad Trouw dus dat er wel degelijk memo's zijn geweest. Nogmaals, daar heb ik geen herinnering aan en ook mijn collega onderhandelaars niet. Wat niet zo gek is, want er komen dus buiten die 1400 stukken, en dat is al heel veel, zijn er nog, ik weet niet hoeveel stukken, notities, memo's die de hele dag je brievenbus binnenrollen in zo'n formatie. Een wereld waarin het heel goed mogelijk is dat wij hier in Europa weer te maken gaan krijgen met een oorlog. Een oorlog met Rusland. Ik was begin 2006 aanwezig in de dacha van Vladimir Poetin. Ik was daar als medewerker. Ik was weggestopt achterin het zaaltje waar het plaatsvond. De heer Asscher. Voorzitter, ik vraag me echt af of de minister-president zich realiseert wat voor risico hij nu neemt. Door vol te houden, het is niet iemand die dit soort dingen voor zichzelf houdt. Dit is een crisisje, misschien kleiner, ja, dacht u, dan het bleek te zijn. Dat hou je niet voor je. Dat bespreken met anderen, daar win je het advies op. Heeft u het met enig ander persoon besproken? Ja, misschien binnen algemene zaken, dat weet ik echt niet zeker. Maar niet, dat weet u wel zeker? Nee, dat weet ik absoluut niet. Wat ik u zeg, voorzitter. Voorzitter, spijt me om even te gaan schorsen. We hebben de voorzitter van de VVD horen zeggen dat hij het zondagavond hoorde. De minister-president zei eerst dat hij het met niemand gedeeld had, zeker niet met VVD-collega's. Nu weet hij het niet meer zeker, kan hij het niet met zekerheid zeggen. Het is van cruciaal belang voor de afweging waar het op staat, zal ik uitleggen. Het gaat over de vraag of de minister-president de afweging mocht maken die hij heeft gemaakt. De stelling van Wilders, en die ondersteun ik, nee. Dan kun je van zeggen dat was een fout. Dat heeft de minister-president nog niet gedaan. Hij baseert het erop, ik heb het onderschat, ik zag het niet zo groot, ik heb het niet met andere mensen besproken. Ik wil hem een laatste kans bieden in die zin dat als hij het wel met mensen besproken heeft, hetgeen mijn vermoeden is, dat hij dat dan hier duidelijk maakt. Voorzitter, geen details, geen gespreksverslagen. Nou, ik spreek hier de waarheid. En of de heer Asscher die waarheid gelooft, moet hij natuurlijk weten. En dat is dat aan mijn beste weten, echt mijn beste weten,
dit even niet als een agendapunt of wat dan ook, maar of ik tegen iemand zei, nou ja, Halbe, dat weet ik gewoon niet. Dus dat kan ik ook niet reconstrueren. Niet als een agendapunt. Maar dat kan ik dus ook niet reconstrueren. Nee, nee, nee. En ik vraag me ook af wat de relevantie daarvan is. En dat mag niet. Je mag niet liegen. Je mag niet de onwaarheid spreken. Bent u persoonlijk ook geïnformeerd over het grote aantal burgerdoden tijdens die aanval? Nee, daar staat mij helemaal niets van bij. Maar dat er ambtelijk zou kunnen zijn bijgepraat, dat zou kunnen. Is dat niet vreemd dat het ambtelijk wel bekend zou zijn en dat u daar niet over bent geïnformeerd? Jongens, dat is 4 jaar geleden, dat zou ik echt niet weten. Want u zei woensdag, ik weet daar niks van. U zegt, ik laat het bij die reactie, dus dan blijft u erbij dat u ervan niks van wist. U citeert me niet correct en ik laat het echt bij de reactie van woensdag. Maar wat, hoe moet ik u dan citeren? Wat? Dan moet u nog even terugkijken. Ja, ik heb een eerste reactie gegeven afgelopen woensdag. En dan laat ik het voor dit moment bij. Want ik vind het correct, nu de Kamer ook inmiddels echt op papier een aantal vragen heeft gesteld, vind ik het netjes dat we eens even het hele feitencomplex uitsorteren, dat precies op een rijtje zetten en de Kamer goed informeren. Maar u heeft toch die informatie over burgerdoden gewoon in uw hoofd zitten? In uw vraag zitten allerlei aannames over de fase vanaf 2015 tot nu die ik echt bij u laat. Meneer Rutte, waarom reageert u zo afgemeten op de vragen van de collega's? Dat doe ik niet. Ik wil wel één ding bij zeggen. We hebben nu een lockdown tot 9 februari. Je kunt nooit precies verzekeren wat er exact na 9 februari gebeurt. Mocht het onverhoopt nodig zijn bepaalde maatregelen voor te zetten, is het wel onze ambitie dat die avondklok, die zit ons natuurlijk het meest als gaten in de keel, als het enigszins kan, dan niet meeloopt meer. Je kunt het nooit 100% garanderen dat die dan weg is. Maar als je zou moeten prioriteren, zoals bij verruiming, het basisonderwijs en het onderwijs als geheel prioriteit heeft bij het stopzetten van maatregelen, sowieso vervalt alles 9 februari, maar nogmaals, je weet niet wat er nog nodig is, maar dan is die avondklok wel de laatste waar je nog mee door wil gaan. Ik kan geen garantie geven dat die nooit doorgaat, maar dat wil je eigenlijk echt niet. Dus dat is de eerste die je als het enigszins kan ook niet meer dan in het pakket wil hebben. Liegen kan niet en dat is een zonde. Ik kan u wel zeggen, ik heb er ook even contact over gehad met Sigrid Kaag vanavond, dus ook namens haar kan ik zeggen dat wij in ieder geval in onze gesprekken niet hebben gehad over Pieter Omtzigt, omdat hij zo zichtbaar in die stukken naar voren kwam. Maar ja, verder moet het weer snel op de rails. Heeft u überhaupt over de heer Omtzigt gepraat in die gesprekken? Nee. En ook Sigrid Kaag niet. Nee. Hoe kan het dan in die stukken terechtkomen? Ja, dat weet ik niet. Maar goed. Maar dat bleek niet waar. Je moet wat met Omtzigt minister maken. Ja, dit stond in de aantekeningen van zijn gesprek met de verkenners. Hij heeft dus wel over Omtzigt gesproken. Ik kan u dit zeggen. Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan. Over wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste. Voorzitter, ik heb niet gelogen. Ik spreek hier de waarheid. Ik kan niet hier onzin vertellen. Ik sta hier niet te liegen. Dit is de waarheid. Heeft u überhaupt over de heer Omtzigt gepraat in die gesprekken? Nee.